Vandaag is het zover, dames en heren. Dan ga ik bijna alweer de eerste wedstrijd kijken van... Ik heb er zin om naar te kijken. Oh, ik zie nou liefst kijken dat de opening is. Maar de eerste wedstrijd is al gespeeld en het is 0-2 geworden van Ik. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. Ik zat lekker op mijn tablet. Dus ik heb gewoon even te relaxen. Om media te kijken. En nu ga ik maar even lekker douchen. En aankleden. Maar ik heb hier twee sokken. Die moet in de was. En ik heb hier even dit even schoon te maken. Dat moet ook gebeuren. Maar ik ga eerst even lekker wakker worden. Met een bak koffie. En dan ga ik erbij lekker douchen. En aankleden. Misschien nog een podcast opnemen. Maar ik zie wel hoe en wat. In ieder geval nu even lekker wakker worden. En even douchen. Dus dat wil ik als eerste doen. Oh wacht. Ik kan gelijk even de computer ook even aanzetten. Anders vergeet ik die aan te zetten. En deze kan ook aan. En dan ga ik nu maar even lekker douchen. Dus laten we dat nu even lekker doen. Om te douchen. Zo aangekleed en wel. Wat ik nu ga doen is klaarmaken om lekker te gaan editen. Maar voordat ik het ga editen, ga ik eerst eigenlijk koffie zetten. En zal ik een pakje pleur vergooien me voor geen gezeur. En daarna ga ik even lekker editen. Want daar moet ook gebeuren. En voordat ik ga editen en koffie zetten, ga ik eerst even kan je eten geven natuurlijk. Oh, wat een dag. Vandaag is het zover, dames en heren. De WK. Om 5 uur begint de eerste wedstrijd. Natuurlijk, voordat de wedstrijd begint, is de opening. Maar ik ga sowieso kijken. En eerst even maar kan je eten geven. Hè, boef? Je hebt honger, hè? Hè? Poef? Oh, jongens, dol. Ja, jongen, ik ga je eten geven. Zo. Maar hem eten geven, brokjes. En ja, tussentijd ga ik even drinken of ik ga eten of niet. Zo. Hoppakee. Ik ga je brokjes gegeven en weer nog geven. Ja! Ja, alsjeblieft jongen. En dan ga ik voor mezelf lekker een bak koffie zetten. En als ik een bak koffie heb gezet, ga ik even editen. En daarna editen ga ik even in ieder geval afwas doen. Dat wou ik zeggen, ik kom even niet aan mijn woorden. Dus daar lekker een rolgordijn over. Prachtig weer. Koud weer alleen buiten. Ik kan jullie vertellen dat ik nou wel een jas aan ga trekken. Want ik zie op dat al min 3 is geweest. Min 1 is geweest. Nou, dan denk ik van ja, nou trek ik gewoon een jas aan hoor. Maar in ieder geval. Daar ben ik even niet gewend aan. Ik heb best wel lang volgehouden met de vest te lopen. In principe. Maar ja. Nu maar even lekker koffie zetten. Bijna 1:30. En dan ga ik tussentijd even lekker editen. En dan klaarmaken om alvast ook nog te doen. En te relaxen. En om WK te kijken. Zo, die wordt gezet. Lekker bak koffie. Dus dat is ook even lekker. Zo. En ik heb zoveel zin in de WK van Nederland zelf al. Maar ja, dus ik heb wel meer zin in morgen voor de WK van Nederland zelf al wedstrijd. Maar ook wel de opening. Zo. Het is wel de laatste bak koffie, want anders kan ik moeilijk slapen vanavond. Maar morgen moet ik weer werken. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar dan moet het gebeuren. En ik had het proberen vrij te vragen in eind december, maar dat is, trouwens niet goed gekeurd, daar bouw ik wel een beetje van. Maar ja, in ieder geval, ik ga even lekker editen
Dus wacht, ik ga even iets doen. Ik moest even het kopje even goed zetten. Maar niet zo gelukkig. Nou goed. Dus ik ga nu even lekker editen. Met muziekje luisteren erbij. En nou dat even nu doen. Editen. Zo, dan ga ik bijna alweer de eerste wedstrijd kijken van de WK. En ik heb nou te horen gekregen. En daar baal ik enorm van. Ik moet waarschijnlijk de eerste wedstrijd al missen. Dat is Feyenoord, Senegal tegen Nederland. Want ik kreeg nou te horen dat ik gebeld werd net door begeleiding. En dat ik morgen op wordt gehaald door CCR. Daar bouw ik wel een beetje van, want de eerste wedstrijd moet ik gewoon missen. Maar ik vind CCR ook wel belangrijk. Maar dan is het al bijna zover. De WK 2022. Ik heb er zin om naar te kijken. Ik heb alleen een geluid even uitstaan. Want ik zit tussentijd ook even editen, want ik heb iets opgenomen. Maar of ik dat online ga brengen, weet ik nog niet. Het is in ieder geval nieuws over alles en nog wat. Maar tussentijd ga ik eerst even lekker water inschenken. Want ik heb wel even trek in een fles water. Tussentijd dat ik dat even wat allemaal dingen heb gedaan, heb ik ook nog even afwas gedaan. Moest ook even gebeuren. Maar in ieder geval nu even fles water vullen. Zo. Ja, en dan ga ik maar even lekker relaxen achter de computer. En dan lekker fles water maar drinken ervan. Dus. En dan dadelijk de eerste wedstrijd kijken. Qatar tegen Ecuador. Oh, ik zie nou niet te kijken dat de opening is. Maar er is eigenlijk hele ophef natuurlijk. Maar ik zit nou te kijken. Ze laat de opening niet eens zien. Ze laat de opening niet zien van Qatar, ofwel. Ben ik benieuwd. Ik kom zo wel met jullie, bij jullie terug. Of zo is of niet. Maar ja, ik vind het wel raar als ze dat niet doen. Maar ik ben nu live aan het kijken naar de West. Ga ik de wedstrijd kijken. Natuurlijk vind ik wel altijd leuk. En dan ga ik even tussentijd ga ik maar even wat anders doen. Dat is WK 2022 schema uitprinten. Juist. Nee, onduidelijk. Oh, kijk, ik heb hem al. Want ik wil eigenlijk. Kijk. Oh, hij is gezien naar mijn mail als het goed is. Zo, maar ik wil even kijken of het wel. Waar staat hij dan? Oh, nee, ik kan hem niet vinden. Waarom nou niet? Ja, ik heb niks binnen. En ik zit te kijken nu op beeld. Dat gaat alleen maar over Qatar. En denk ik, hou. Oké, het is leuk. En erg. Maar er moet ook een keer ophouden om even te zeggen over negatief. Over Qatar en maak een leuke wedstrijd van, zo te zeggen. Ga lekker gewoon genieten. Maar ja, zo denk ik erover, moet ik zeggen. En ik kijk nu naar de opening van Qatar WK. Ik krijg de foto niet op mijn computer. Ja, om een gesprek liep over Qatar. Ik ben in ieder geval meer, ik zeg. Dus ja. De eerste wedstrijd is al gespeeld en het is 0-2 geworden van Ecuador. En ik had al voorspeld 0-2. En als jullie niet geloven, zie je nu in beeld. Ja, dit is al uitslag en dat had ik voorspeld natuurlijk. En ik vond het wel grappig. Ik vind het wel mooi dat ik goed voorspeld heb. En voorspelling heb zoveel punten krijgen van dus. Goed spelling krijg je dus 10 punten voor en ik weet niet of je hoeveel je dan krijgt als je één team de uitslag minste denkt wat het gaat worden. Ik bedoel, je hebt verschillende categorieën natuurlijk. Je kunt zeggen, ja, die is de winnaar. Kun je punten voor krijgen, maar je hebt plus. Of je kan ook
alles gelijk. Dat je alles, als je alles goed hebt, dan heb je gewoon 10. En anders heb je, denk ik, half punt, denk ik. 5 punten, denk ik. Maar ik ga het wel zien. Maar in ieder geval, ik heb nu al 10 punten voor voorspelling. En ik ben benieuwd wat mijn uitslag van de hele WK is. Van de uitslag. Ik heb alle voorspellingen al gedaan, behalve de finales. En de rondes, volgende rondes. Alleen de groepfase heb ik gedaan. Dus, ja. En nu maar wachten wat de volgende uitslag wordt. Pardon. Maar en morgen is het dan weer al Nederland. En tussentijds zit ik lekker YouTube kijken. Ga ik wel langzaam een beetje klaarmaken om naar bed toe te gaan. Dus dat moet ook weer gebeuren. Klaarmaken voor morgen. Of vooruit te gaan. 4:30 alweer. Eruit. Ja. Ik had daar heel geen zin in. Maar ja. Ik had haar nog niet. Maar dat moet gebeuren. En dan is het alweer bijna 9 uur alweer. Dus dat ga ik doen. Ik ga stoppen met mijn camera. Eerst klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. En want morgen weer een dag. Morgen staat weer lekker voetbal op het spel. Dat is... Ik weet niet uit mijn hoofd wie je moet spelen. Maar het staat in ieder geval voetbal op het spel. Doe lekker gordijnen dicht. En ik vind het wel grappig dat ik de eerste wedstrijd al goed voorspeld heb. En nou ben ik benieuwd voor de rest van de wedstrijden. Tussentijds doe ik deze uit. Ik hoop dat het blijft zitten. En ga ik lekker klaarmaken naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Dus tijd moet hij de rolgordijnen naar beneden blijven. Eigenlijk omdat... Ik kan jullie natuurlijk laten weten dat ik jullie laten zien dat ik aan de ondernemer ben van Twitch. Maar ik heb zitten kijken. Maar zo, wat heb ik de hele tijd heel wat dingen achter de computer gedaan. Ik was nog niet proberen te kijken of het lukt.